Hi allemaal, ik ben Jelena en het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van Q-Time. Quality time kan je op zoveel manieren gebruiken en vooral hoe jij het fijn vindt. Maar quality time kan je ook gebruiken om jezelf iets aan te leren of beter te worden iets. En vandaag heb ik twee gasten die een opleiding, niet misschien een nieuwe opleiding, maar een opleiding aanbieden die ik persoonlijk super interessant vind. What me is a little Q-Time. Vandaag heb ik in de studio bij me Nita en Armand van Quality College Suriname. Welkom bij Q-Time. Ja, dankjewel. Hoe gaat het met jullie beiden? Ja, heel goed, mag niet klagen. Je mag altijd klagen hoor, maar ik kies er gewoon niet voor. Nee, zodra God er is, hoef ik niet te klagen. Oké, wel. Welkom God ook weer bij met ons vandaag. Het wordt een goede dag. Ja, helemaal. Ja, klopt. En met u ook goed? Ja, prima. Dat gaat prima. Ik ben blij dus dat ik Quality College Suriname kan vertegenwoordigen in uw programma. Ja, tuurlijk. Want wat is Quality College Suriname nou eigenlijk? Wat doen jullie? Wie zijn jullie? Ja, Quality College Suriname is een opleidingsinstituut die dat kwalitatieve beroepsopleidingen biedt aan de Surinaamse gemeenschap. We bestaan er al 5 jaar. Mm-hmm. En dat doen we al 5 jaar lang. Ja. Dat is waarmee je 1 grote lijn bezighouden in Suriname. Beroepsgerichte opleidingen. Ja. Vandaag zijn jullie hier, want jullie hebben een andere beroepsopleiding die al een aantal keer is gegeven. En nu voor de 14e keer, als ik goed heb geluisterd in het voorgesprek, wordt aangeboden. En dat is de beroepsopleiding voor maatschappelijk werker. Voor we naar de opleiding gaan, misschien kun je ons vertellen wie een maatschappelijke werker is en wat die allemaal doet. Een maatschappelijke werker is iemand die een andere kan begeleiden en ondersteunen met een sociaal-maatschappelijke probleem. Dat is eigenlijk het meest voorkomend. Maar een maatschappelijke werker kan ook sociaal-maatschappelijke problemen die zich voordoen in een gebied, in het land, ook bijdragen aan oplossingen bij aan die overheid. Misschien ook een klein voorbeeld van een sociaal-maatschappelijk probleem, zodat de link echt gewoon duidelijk gelegd kan worden. Een voorbeeld, als iemand bijvoorbeeld binnenshuis een situatie heeft waarbij de persoon iets heeft meegemaakt in zijn of haar jeugd. Het zijn misschien een verkrachting of wat dan ook. Oké, we gaan direct trauma in. Juist, precies. Dan kan het voorkomen dat zo iemand van tijd tot tijd geen zin meer heeft in het leven, want die denkt terug van wat gebeurd is. En zo iemand heeft begeleiding nodig. Dat is een heel simpel een voorbeeld van het begeleiden van iemand met een sociaal-maatschappelijk probleem. Wanneer we praten over gebieden, toch? Kan het bijvoorbeeld voorkomen, bijvoorbeeld in een bepaald gebied, dat er een probleem is. Ik geef maar een voorbeeld hoor. Laten we zeggen dus dat in een gebied in het verre binnenland, dat er onder de jeugd misschien een groot aantal aan tienerzwangerschap voordoet. Dan is het een probleem waar je ook de maatschappelijke werkers kan inschakelen om te gaan kijken, te gaan onderzoeken. Wat of hoe en waar nodig om die begeleiding te geven aan de mensen daar. Oké. Een maatschappelijk medewerker gaat dus helpen om de maatschappij een beetje te begeleiden op de juiste manier. En jullie bieden dus die opleiding aan. Wie kan daaraan meedoen? Hoe lang duurt het? Wanneer kan ik me opgeven? Ik heb zoveel vragen, ik misschien niet de juiste volgorde. Maar hoe gaat het dan werken als ik naar Quality College Suriname kom en ik zeg, oh my god, sign me up. Als het gaat met wie allemaal eraan kunnen meedoen en wat de procedure is, zal ik mijn collega niet vragen om daarop in te gaan. Ja, kijk, als je geïnteresseerd bent om de opleiding te doen, kom je bij ons. Dus dan bent u sowieso bij ons terecht. En dan moet je natuurlijk een VOE-opleiding hebben, mm-hmm, of daaraan gesteld. En dan wordt er een intiem gesprek gedaan om te kijken als je wel de juiste keus maakt om de opleiding te doen. En natuurlijk hebben wij ook aanbevelingen wat je allemaal moet doen en dan word je ingeschreven. En dan kan het gewoon beginnen? Ja.
is er een minimum leeftijd aan vastgesteld? Want misschien ben ik super slim en ik heb het VOJ binnen 4 jaar gedaan, because I can. Ja, dat bent u wel. Dat bent dan u mag welkom. Ik direct gewoon. Ja, natuurlijk. Dus het is geen minimum leeftijd. Ik hoef geen 18 te zijn. Want het een sociaal-maatschappelijke problemen zijn soms wel heftig. Ik weet niet. Ja, maar kijk, als je stel je bent 17 jaar en de opleiding doet 2 jaar, dan ben je sowieso wanneer je klaar bent met je diploma, ja, dan 19 jaar. Ben je ready to go? Helemaal. Okay. En dan krijg je alle tools van ons. De opleiding duurt dus 2 jaar. Ja. En hoe ziet de opleiding verdeeld over 2 jaar dan eruit? Het hangt er vanaf welke opleiding de student wil volgen. Je hebt bejaardenverzorger. Nee. Maar dat is ook allemaal samen met maatschappelijk werkers? Nee, dat zijn verschillende opleidingen. Oké, okay, nee, maar nee. Dus deze specifieke. Oh, maatschappelijk, uh-huh. Ja. Het is je kan je inschrijven, je volgt de opleidingen. Het zijn ook praktische opdrachten die gevoerd moeten worden. Je gaat ook op het veld. En dat is gedurende de 2 jaren met theorie, praktijk, de activerende werkvorm die toegepast wordt. En daar is zo'n student echt ready. Ready voor de maatschappij, ja. Om te gaan helpen. Okay. Maar als we vaak horen maatschappelijk werker, dan denken we mensen met echt problemen en thuis. Maar volgens mij, als ik het goed heb begrepen, kan je veel meer of ben je op veel meer plekken als maatschappelijk werker nodig. Ja, want hier in Suriname zien we dat maatschappelijke werker alleen instellingen zijn als dingen, gevangenis, tehuizen en dergelijke. Maar als je goed kijkt wat de realiteit eigenlijk moet vragen, dan is het zo dat elke organisatie, en het kan ook ministeries zijn, elke afdeling moet een maatschappelijke werker hebben. Want zij zijn opgeleid om het sociaal-maatschappelijke gedeelte te begeleiden, om oplossingen ervoor te zoeken. En dat kan je niet met ieder doen. En natuurlijk, het confidentiële moet er. Dat is sowieso vereist. Nee, ik zei het al. Ik ga het niet meer zeggen. Nee. Maar, confidentialness is very important, ja. in deze branche. Ja. Oké, okay, maar jullie bieden dus deze opleiding aan. Iedereen kan zich aanmelden als je VOJ succesvol hebt afgerond, ja. Of gelijkstelling hebt, ja. Daarvan. En je kan dan gewoon je aanmelden. Wanneer begint de opleiding? Hoe kan ik bij jullie terechtkomen? Waar zitten jullie gevestigd? Is er een deadline? De opleiding, laat me beginnen te zeggen. We zijn gevestigd op het terrein van de Kennedy Stichting. Daar hebben we een gebouw waar we gehuisvest zijn. Onze openingstijden zijn van 5 uur in de middag tot 9 uur 's avonds. In de meeste gevallen worden de colleges verzorgd van 6 uur tot en met 9 uur in de avond. Mm-hmm. Eigenlijk meer bedoeld voor de mensen die werken. Want laat me ook aangeven, dus dat we naar aanleiding van vanaf het bestaan van QCS, dus dat we gemerkt hebben dat wanneer je kijkt naar die inschrijvingen en mensen die we hebben afgeleverd, dat heel veel politiefunctionarissen, ja. Zich inschrijven voor die opleiding. Heel veel verpleegkundigen zich inschrijven voor die opleiding. Heel veel militairen zich inschrijven voor die opleiding. Heel veel leerkrachten, ja. Zich inschrijven. En dat vinden we super. Dat is geweldig. Dat vinden we heel erg goed. Wanneer je bijvoorbeeld geïnteresseerd bent in die opleiding, kan je ook op onze Facebookpagina. En daar is opgenomen wat u allemaal nodig heeft om zich in te schrijven. Ook op onze Facebookpagina staat onze website. Dus ook als je onze Facebookpagina Quality College Suriname bezoekt, gaat u onze website zien. En als u erop gaat, kunt u ook heel veel meer informatie halen over de verschillende opleidingen. Nu praten wij dus over de opleiding maatschappelijke werker. Ja. Als je even snel kan vertellen, want dan gaan we zo in depth weer over de informatie over de maatschappelijk werker. Maar wat voor andere opleidingen zijn er eigenlijk nog meer bij QS? Wij hebben dus de opleiding administratief medewerker.
We hebben de opleiding ondernemen in de thuiszorg. Mensen die willen ondernemen in de thuiszorg. Mm-hmm. Anderen ondernemen al, maar om professioneler op te treden, zodat je je laat scholen. Mm-hmm. We hebben dan ook de opleiding bejaarde verzorgende. En deze, de opleiding maatschappelijke werken, zoals we ook hadden gesproken in het voorgesprek, is Quality College Suriname gestart met voorbereidingen voor het starten van de HBO. Een social worker. We starten heel binnenkort op HBO-niveau. Na vraag van de afgestudeerde, vraag vanuit de gemeenschap, heeft de directie gemeend, de directeur, het bestuur van QSS gemeend, om deze opleiding op HBO-niveau voor te zetten. Oh, that's very nice. Yeah. All right. Wanneer start deze nieuwe opleiding? Dus deze opleiding, het is moeilijk om een tijd aan te geven wanneer we starten. Waarom? Wij werken met groepen. En we zorgen ervoor dat de groepen niet echt groot zijn. Dus wanneer 16 studenten zich hebben ingeschreven, dan kan de opleiding starten. Toch? Dus het kan zo zijn dus dat wij vandaag bijvoorbeeld misschien 13 inschrijvingen hebben, morgen nog een paar erbij, vorm 16. Mm-hmm. Dan kan binnen een week die opleiding starten. Oké, jullie moeten snel doen, want juist. Ja, maar we hebben nog 59 mensen nodig. Ja, we zitten nu op 22. Oh, wauw. HBO inschrijvingen. Wie? Dus dan, het gaat wel. Sowieso juni. Ja. Gaat het beginnen. Ja. All right. En hoeveel moet ik betalen of kan ik gewoon komen met Martina op mijn rapport? De betaling is vrij redelijk. Mm-hmm. Laat me dat zeggen, het is vrij redelijk. Sowieso voor de inschrijving heeft u dus diploma van uw vooropleiding nodig, heeft u uittreksel nodig, heeft u pasfoto's nodig en heeft u inschrijfgeld nodig en dat is 1500 SED. Er zijn nog ook kosten gedurende die opleiding. De opleidingskosten, die ken ik zo niet uit het hoofd. Maar dat kunnen ze halen wanneer ze langslopen bij de administratie. Of als Facebookpagina is er ook een appnummer. Dus al die vragen kunnen ze ook stellen op de appnummer. En de administratie beantwoordt ook al die vragen. Maar het is natuurlijk redelijk. Bent u niet in staat in één keer de opleidingskosten te betalen, mag u dat maandelijks doen. Dus het is vrij redelijk. Het is mogelijk voor iedereen. Wow, that's very good. En vooral voor een beroep dat wij in Suriname goed kunnen gebruiken. En het heel mooi is dat jullie aangaf dat de mensen die zich opgeven al een beroep uitoefenen. Ja. En deze skills en tactieken en alle tools die ze meekrijgen hun beroep nog beter gaan kunnen uitvoeren. Ja. So that is... A very nice thing. Ja, precies. Sommige mensen, vaak hoor je de politiefunctionarissen die komen, een paar van ze, die geven ook aan dat ze het willen doen, omdat ze het willen meenemen in hun beroep. Ja. Toch? Want je wordt opgeleid misschien als politiefunctionaris en opgeleid om strafbare feiten op te sporen, mensen aan te houden. Maar dat stukje maatschappelijke. Dus zij geven aan, ze doen het om dat stukje. Andere mensen die in de verpleging zitten, geven aan dus dat. Wanneer ze zo bezig zijn soms met patiënten ook met persoonlijke issues zitten, die ze soms toevertrouwen aan een verpleegkundige. Maar soms weten ze niet hoe ze daarmee moeten omgaan. Natuurlijk heb je in die tehuizen de maatschappelijke werkers. Toch, maar het is ook goed dat verpleegkundige dat wanneer iemand, een patiënt, dat je praat met problemen, dus dat je tenminste weet hoe je daarmee om kan gaan, wat voor antwoord je geeft om een genoegdoening aan zo'n patiënt. En om dat te kunnen doen is het altijd goed dat je professioneel laat opleiden. Ja. Dus en daarvoor zijn jullie er. Juist, daarvoor is Quality College Suriname er. Nou, precies. Ik ben blij dat jullie er zijn. Ik ben ook blij dat ik of jullie mag, jullie bestaan mag weten. I didn't know that. And that's very nice out there. En ik wil jullie bedanken voor jullie komst. En ik hoop dat jullie heel gauw het aantal halen, zodat de opleiding snel kan starten. Because ik kan met zekerheid zeggen dat Suriname needs more social workers to help guide the community to higher heights, zou ik zeggen. Precies. We focussen op 25. En gisteren nog hebben we 2 telefoontjes gehad. Dus sowieso, misschien 26 zijn we gekregen. Hey, nou, good to go. I can't wait. Ik wil wel misschien nog één ding zeggen aan de gemeenschap.
Scholing is heel belangrijk. Ongeacht welk opleidingsinstituut, daar hoeft u niet te kiezen voor Quality College Suriname. U mag kiezen voor welke instituut u dat wil doen. Toch? Gaat u uw kennis vergroten. Het gaat niet per se alleen om de diploma. Het gaat om meedenken, mee kunnen doen, mee helpen Suriname te ontwikkelen. Dat kan je alleen doen als je laat opleiden. Dus ik zou zeggen, blijf u nu zitten. Ga in jezelf investeren. En probeer het beste van jezelf te maken. Dus dat is mijn boodschap naar de gemeenschap. Want je doet het niet voor jezelf. Je doet het ook voor de gemeenschap. En wie weet waar je terechtkomt in de toekomst. Dus dat is het. Wow. Investeer in jezelf. Investeer in jezelf. Nogmaals bedankt voor het komen. En ik ga met jullie, jullie boodschap was super duidelijk. Investeer in jezelf. Je doet het eigenlijk als eerst voor jezelf. Ja. En de rest, als je iets goeds doet voor jezelf, kan de rest er ook van meegenieten. En al kies je niet voor Quality College Suriname, just do something. And you never know where you might end up. Maar vandaag was Quality College Suriname bij ons om hun beroepsopleiding maatschappelijk werker te promoten. Het gaat zometeen van start. Er is nog plek voor een aantal mensen. De prijzen zijn schappelijk. Het is een 2-jarige opleiding waar je, als je dat goed hebt afgerond, een diploma voor krijgt. En met deze opleiding krijg je alle tools, alle technieken, al de tips, quirks en everything that comes with it om een volwaardige maatschappelijke werker te worden in Suriname. Because Lord knows we need them. Maar als jij dus hiernaar hebt gekeken en denkt van ik wil hier aan meedoen, ga naar de Facebookpagina. Er is een appnummer daar. Alle informatie wordt verschaft. En educate yourself. Jullie thuis bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. En remember, your time plus my time is Q-time. This is another Supreme production. Supreme TV. To entertain, to inform, to inspire.